Welkom op de Get Stuff Done Stage. We gaan eindigen met een klepper van formaat, Ann Wouters. Ik hoop dat jullie al een hele fijne dag achter de rug hebben gehad. En dat gaat zeker nu ook voortgezet worden. Ann Wouters is niet minder dan 5 keer uitgeroepen tot beste basketbalspeelster van Europa. Ook is haar droom nog steeds om in 2020 met de Belgian Cats naar de Olympische Spelen te gaan. Ze heeft ondertussen ook al een start-up opgericht, is ook gedragscoach en zo verder ook om de teams naar een hoger niveau te tillen, zoals ook al met de Belgian Cats werd bewezen aan de hand van psychologische begeleiding. 20 jaar aan de top staan, mentaal en fysiek en een team, tot een heel hoog niveau tillen. Hier is Ann Wouters. Hallo allemaal, goedemiddag. Dank u dat ik hier voor jullie mag staan. Ik heb hier ook al eigenlijk heel de dag heel geïnteresseerd meegeluisterd, omdat er toch wel heel wat diverse speakers waren. En ik hoop dat ik jullie ook nu een beetje kan boeien in de volgende 20 minuten, toch wel over de sport, over teamsport in het algemeen. Ik ga jullie meenemen in mijn verhaal. En elk verhaal heeft een begin. En hier sta ik als 11-jarige heel fier om voor de allereerste keer een wedstrijdtruitje te mogen aandoen. Nooit had ik gedacht dat basketbal mij toen ging leiden, toch tot wel over heel de wereld. Oei, ik ga ietsje te snel. Ik heb in meer dan 16 ploegen gespeeld, over de verschillende continenten, heel wat verschillende landen. Dat heeft natuurlijk ongelooflijk veel ervaringen meegebracht. Heel wat basketbal, absoluut. Maar toch ook verschillende culturen kunnen opsnuiven. Echt wel weten wat het is om in een team te werken, om voor een doel te gaan. Echt wel heel wat levenservaringen. Als ik die slide laat zien, ben ik altijd heel blij dat ik in Rusland heb gespeeld. Dat is even het grootste land van de wereld. Dat maakt het iets indrukwekkender. Maar je hebt inderdaad ook van Zuid-Korea, Rusland tot Amerika. Je kan je wel inbeelden dat dat toch wel hele andere culturen waren. En voor mij was het ook niet altijd simpel om mij daar ook direct in te kunnen aanpassen. Ik ben dan ook wel fier op deze virtuele trofeekast. Ik heb ondertussen ook 3 kindjes. En die vroegen mijn mama, je zegt wel dat je heel wat titels en bekers hebt gewonnen, maar waar zijn die? En natuurlijk in een teamsport blijven die titels en die bekers natuurlijk bij de club zelf. Dus ik heb, van sommigen heb ik een klein aandenken, van anderen gewoon niet. Dus dacht ik, het is een heel goed idee om eens een virtuele trofeekast te maken. Met 4 keer de Euroliga die ik gewonnen heb, dat is toch wel wat de Champions League van het voetbal. Ook een WNBA-titel, de Eurocup is de 2e Europese competitie. En natuurlijk het verhaal van de Belgian Cats, dat straks nog uitvoerig aan bod zal komen. Maar misschien horen jullie al de maar afkomen. Ik ben ook eigenlijk trots hierop. Dat zijn mijn verloren finales. En die deden pijn, die deden echt heel veel pijn. Ik kan me ze nog allemaal heel goed herinneren. Omdat die momenten zijn eigenlijk de momenten waar je het meest ook naar jezelf kijkt. Wat had ik beter kunnen doen? Wat had mijn team beter kunnen doen? Hoe hadden we dat hier toch kunnen winnen? Ik heb daar het meest uit geleerd. En ik ben ervan overtuigd zelfs dat door die verloren finales dat ik er toch nog wat andere heb ook kunnen winnen. Maar die hebben mij gevormd, natuurlijk, als speler. Ik denk dat ik er sterker door geworden ben. Maar ook als persoon. Denk je, leren omgaan, ook met een mislukking. En ik denk, als we allemaal een beetje de andere speakers hebben gehoord vandaag, er is nooit een succesverhaal zonder eens, ja, een mislukking te hebben of met je hoofd tegen de muur te lopen. Wel, in de sport is dat hetzelfde. En hoe ga je nu net om met soms die mislukkingen? Ik denk als sporter, en meer, ook misschien wel met ouder worden, vind ik dat we een grotere sociale verantwoordelijkheid hebben. Ik denk, helemaal in het begin van mijn carrière, ja, denk je alleen maar aan het spelletje en ben je alleen maar daarmee bezig en leef je eigenlijk wel wat in je bubbel. En ik vind dat we een grotere verantwoordelijkheid hebben. We kunnen echt wel met sport, ja, de maatschappij verbinden. En het is echt soms wel eens goed om daarbij stil te staan. Om tot een topprestatie te geraken, zijn er heel wat partijen nodig. Het is niet enkel die spelers op het veld, het is niet enkel die coachingstaf, maar het zijn die vrijwilligers die heel die organisatie dragen. Het zijn partners die we nodig hebben om heel het project te kunnen financieren. Het zijn nog zoveel andere mensen. En hier gaan we letterlijk natuurlijk onze fans bedanken, omdat die ons ook steunen. Die steunen ons, die geven ons extra kracht. En
het is gewoon als sporter leven we dikwijls in onze kleine bubbel en soms moeten we daaruit gaan en ook beseffen dat er veel meer bij komt kijken dan enkel onze prestatie op het veld. Maar als we dan toch een klein beetje dieper gaan in het verhaal van het team zelf. Ik vond het heel tof, zeker in de voorbije jaren, om te weten hoe begin je daaraan. Ik heb in zoveel ploegen gespeeld. Op verschillende continenten, met speelsters ja, van hele verschillende achtergronden ook. We spraken allemaal andere talen. Hoe begin je daaraan? Je hebt één doel. Je wil samen winnen. Je wil die titel winnen. Je wil die beker in de lucht steken. Wel, dat is geen gemakkelijk verhaal, dat kan ik jullie vertellen. Maar toch is het ook een heel boeiend verhaal. Wat zijn voor mij nu eigenlijk die kernelementen van een succesvol team? Ik heb er in verschillende gespeeld, waar we inderdaad heel wat succes hebben gehaald. Maar je hebt gezien ook in mijn verloren finales, er zijn er ook waar het niet gelukt is. Voor mij is de grote pijler, ik wil hier geen theoretisch model uit de doeken doen, maar het is gebaseerd op een piramide van Lencioni. En die fundament is vertrouwen. Vertrouwen. En ik denk, veel van jullie werken ook in teams en daar is vertrouwen zo belangrijk. En het is zo gemakkelijk uitgesproken, vertrouwen, wat is dat? Maar dat betekent om ten eerste tijd te maken voor elkaar, echt wel eens te spreken met elkaar, weten wie dat jouw teammate is. En dat gebeurt niet enkel op het veld natuurlijk. Daar moet je ook tijd voor maken daarbuiten. Dat wil ook zeggen dat je je kwetsbaar durft opstellen. Om ook wel eens te tonen van, ja, dit zijn mijn sterke punten, maar hier heb ik het misschien wel wat moeilijker mee. En ik denk bij de Belgian Cats doen we dat ongelooflijk goed. We spenderen hier eigenlijk ook wel letterlijk veel tijd in, omdat vertrouwen, ja, dat groeit natuurlijk. Maar het is het fundament van heel veel. Als er vertrouwen is, dan gaan we verder zien, dan komen de resultaten. En hoe doen wij dat? Wij doen dat door echt wel workshops te organiseren. Natuurlijk niet dagelijks, maar toch wel, als we samen zijn, toch wel minstens 1 à 2 keer in de week, waar we dingen echt wel bespreken. En dat groeit natuurlijk in een team. Zo zijn er opdrachten geweest waar we een keer moesten spreken over wat zijn nu 3 echt hele belangrijke momenten in jouw carrière geweest. Wat was hetgeen met wel dat je het moeilijkste hebt gehad? En zo creëer je ook wel wat die verbondenheid om te weten wie dat die speelster naast jou is. En dat vertrouwen is zo belangrijk. Straks ga ik er nog op terugkomen. Het volgende is constructieve conflicten. Kan je al inbeelden? 12 vrouwen, dat is geen gemakkelijke. Wij houden van schijnvrede. Hè? Alles oké? Okay. Ja, geen probleem. Ja, zullen we dat zo doen? Wat denkt jij? We gaan het tussenweg nemen. Zo zijn wij, dikwijls. Maar zo kom je niet tot de beste resultaten. Soms moet je echt wel durven uitspreken wat is jouw mening, wat is jouw... En kom aan, we gaan hier echt wel... Ook al is het een conflict, we gaan het proberen op een constructieve manier op te lossen. Maar zo ga je wel je team naar een hoger niveau tillen. En dat is niet altijd simpel. Maar wij worden daar... eigenlijk wel dagelijks mee geconfronteerd. Dat is misschien een beetje het verschil in de bedrijfswereld als in de sport. Wij worden letterlijk met video, met onze neus op de feiten gedrukt. Wij moeten onszelf kunnen analyseren, wij moeten zelf kunnen kijken naar die videobeelden. Wat hebben we gedaan, wat was goed, wat was slecht. En het hangt natuurlijk ook heel veel af van de coach. Wat voor een die growth mindset creëert hij in die ploeg? Als er geen vertrouwen is... dan kan die growth mindset er niet zijn. Want dan ga je proberen af te sluiten en ga je zeker je niet kwetsbaar ervan opstellen. Als die growth mindset er is, dan ga je vooruit gaan. Dan ga je als ploeg echt wel resultaten kunnen maken. Het volgende van mijn piramide, en er is dus ook wel echt een volgorde, is betrokkenheid creëren. Betrokkenheid, mensen, je weet wat je doel is. Maar ook, hoe gaan we dat nu doen? Wat zijn onze waarden? Wat zijn de missies? Ik heb het hier vandaag nogal gehoord. Voor heel veel bedrijven, zo'n belangrijke, in de sport niet anders. Je moet die betrokkenheid creëren. Bij een nationale ploeg gaat het eigenlijk zelfs nog iets gemakkelijker, omdat je nog speelt voor de eer, echt wel de eer van het land. Zeker in basket kan je ook wel niet de bonussen vergelijken met de Rode Duivels. Dus wij doen het absoluut voor het vaderland. Maar het is veel groter dan dat. En in alle eerlijkheid, ik heb heel wat prijzen gewonnen. Die bronzen medaille op het EK was echt wel speciaal. Dat klinkt super cliché, maar het is toch omdat je het kan delen met zoveel meer mensen. Omdat we gevoeld hebben dat mensen die eigenlijk bijna nooit naar basketbal keken, zelfs geen liefhebbers, maar die ineens ook aan de achtergrond stonden. En als je dat kan doen, als je dat bereikt, ja,
geef je weer vleugels om beter te presteren. Hier heb ik een klein verhaal. Ik heb ook gespeeld, ik weet niet wat er hier Turkije-fans zijn, ik heb gespeeld voor Galatasaray. En dat is bijvoorbeeld ook een club die zo die betrokkenheid natuurlijk kan creëren. Dat is een club met zoveel geschiedenis, die natuurlijk actief is in allerlei sporten. De populairste is natuurlijk de voetbal. Maar wij als basketters voelden dat ook. Als ik daartoe kwam, ik behoorde tot die familie. Ik behoorde tot de Galatasaray-familie. En als je dat kan creëren als club, als bedrijf of wat dan ook, ja, dan heb je wel veel gewonnen. Als ik in Istanbul in de taxi stapte, dat was het eerste wat hij vroeg. Ja, Galatasaray of Fenerbahçe, de aartsrivaal. Gala, yes! Dat voelde gewoon dat je gewoon echt wel heel betrokken was. Hier kan ik me nog een ongelooflijke moment dat ik nooit zal vergeten. In Turkije, als we de matchen moesten spelen, omdat de supporters wel redelijk fanatiek waren, mochten bijvoorbeeld onze Galatasaray-supporters niet naar de zaal van Fenerbahçe komen en omgekeerd, behalve voor een bekerfinale. En hier hebben we die beker, je ziet het nog, gewonnen op de mooiste manier in de laatste seconde, waar beide groepen van fans aanwezig waren. En het waren echt wel die rasechte voetbalsupporters die ons aan het toejuichen waren. Dat is een van de mooiste momenten die ik heb beleefd. Ik krijg er nog kippenvel van als ik daaraan denk. Maar hoe dat zij achter ons stonden, was ongelooflijk. Dan een volgende, verantwoordelijkheid. Ik denk dat er heel belangrijk is in een team om elkaar de ruimte te geven en ook wel de verantwoordelijkheid op te nemen. Hier zeg ik altijd, keep raising the bar. Als je voor jezelf hoge standaards legt, dan kan je dat ook voor je teammates doen. Maar je moet wel ook zelf het goede voorbeeld kunnen geven. Je rol aanvaarden in een team. Bijvoorbeeld bij het nationale team kan dat helemaal anders zijn dan bijvoorbeeld in je club. En daarover heel duidelijk kunnen communiceren, dat aanvaarden voor het goed van de ploeg, dan heb je ook veel gewonnen als ploeg. Het laatste, misschien wel het meest logische, maar toch ook niet altijd resultaatgericht. En weg met die ego's. Je hebt ego's nodig, absoluut. Je moet gedreven zijn, ja. Anders kom je er niet. Maar je moet dat ego soms ook wel even opzij kunnen zetten voor echt voor het team te gaan. Ik heb in teams gespeeld, nog eens terugverwijzen naar die verloren finales, waar we eigenlijk moesten winnen, waar we eigenlijk echt wel torenhoog favoriet waren. En toch is daar niet gelukt. Waarom? Daarom. Omdat die ego's in de weg stonden. Omdat we niet op één lijn zaten. Omdat we niet die opofferingen wouden doen voor elkaar. En dat is het resultaat. En dat vind ik nog altijd het mooie in de sport. Voilà, we zijn niet gewonnen. De sport, en zeker in basketbal, de mooiste sport toch wel, teamsport, ja, daar moet je samen echt wel werken voor dat resultaat. Anders lukt het niet. Je kan niet gewoon die vijf beste speelsters op het veld zetten en denken, wow, ze gaan wel winnen. Nee, zo lukt het niet. Zo lukt het echt wel niet. Dus echt altijd het resultaat van het team voor ogen hebben. Dit is het verhaaltje dat ik daar ook bij vertel. In mijn carrière heb ik natuurlijk in veel verschillende teams gespeeld, ook wel in verschillende rollen gespeeld. Hier was een hele belangrijke voor mij. In 2016 heb ik in Amerika gespeeld voor de LA Sparks. We hebben daar de titel gewonnen, maar in een heel andere rol. Tot dan was ik toch wel gewoon om altijd heel wat minuten te spelen. Een van de sterkhouders te zijn, laat ons zeggen. En daar had de coach ergens beslist van dat hij mij iets minder nodig had. En dat ik echt wel meer een bankzitter was geworden. Dat was de eerste keer voor mij. Ik heb net gepraat over die ego's. Wel, dat was geen gemakkelijke, voor mij ook. Ik moest dat even doorslikken. Maar op dat moment besefte ik ook, dat team, hier zit echt wel iets in. Wij kunnen die titel winnen. Op dat moment was ik natuurlijk ook al iets ouder en dacht ik, dat is hier misschien waarschijnlijk mijn laatste kans dat ik die titel hier in Amerika kan winnen. Ik ga er alles voor doen. Ik ga echt de best mogelijke teammate zijn. Ik ga positief zijn. Ik ga mijn teammates aanmoedigen. Ik ga, als ik iets zie, tips kunnen geven tijdens de match. Ik ga maken dat ik op training daar ben, vol motivatie om het hen zo hard mogelijk te maken. Ik ga extra trainen, want ja, ik speel niet, dus mijn conditie gaat achteruit. Dus ik heb daar heel wat opofferingen gedaan, maar dat heeft me zoveel geleerd. Ten eerste over mezelf. Ik besef nog veel meer de dynamiek van een team, hoe elke schakel zo belangrijk is. En ik kijk even naar mijn tijd. Oké, we gaan doordoen. Want nu heb ik even over teamverband gesproken. Maar ik denk ook dat er heel wat verantwoordelijkheid ligt in jezelf. Hoe deze quote, "The talent may get you on the field, but it's the effort and attitude that will keep you there." En daar geloof ik rotsvast in. Talent is er, gaat er altijd zijn, zeker op het topniveau. Iedereen heeft talent.
Iedereen wil hard werken. Hoe hard? Soms nog een beetje verschillen. Maar die attitudes ook, die mindset, die zijn zo belangrijk. En ik wil er door een paar gaan die voor mij eigenlijk wel een rode draad zijn gebleken in mijn carrière, misschien wel zonder dat ik het zelf beseft heb. De eerste misschien ook wel ene voor de hand liggend. Hey, be highly motivated, work smart. Natuurlijk, we staan op een WK daar op die foto. Iedereen is gemotiveerd. Schijnwerpers staan volop op je gericht. We zeggen, we gaan ervoor. Maar voor mij is het nog veel belangrijker wat dat doet als de schijnwerpers niet op jou staan. Hier heb ik een foto erin gestoken. In Frankrijk ben ik gestart, na mijn middelbaar, in Valenciennes. En daar heb ik echt geleerd wat het is om echt wel hard te werken. Ik was zo iemand die altijd het uiterste van mezelf wou geven, ook op training. En dat hebben we daar echt wel een beetje geleerd. Ik noem dat altijd mijn leerschool, Valenciennes. Daar hebben we echt wel de discipline, het teamaspect, werd al echt wel hoog in het vaandel gedragen. En daar heb ik heel veel uit geleerd. En ik wou altijd de harde werker zijn. Maar natuurlijk in sommige andere ploegen, later waar ik naartoe ben gegaan, was dat niet altijd zo. Dus moest ik me ook leren aanpassen om mijn eigen motivatie ergens ook te proberen doorgeven soms aan de medespelers die niet altijd even gemotiveerd waren. Het is natuurlijk ook, even terug, belangrijk, wat ik daarnet zei, om ook echt wel het werk te doen als niemand kijkt. Zelfs niet als je coach het gevraagd heeft, maar weten wat jij moet doen voor jezelf om zo goed mogelijk te kunnen presteren. De volgende is over leiderschap en over anderen beter maken. Het grote verschil voor mij is geweest tussen de hele goede spelers en de allerbeste. Die kunnen een teammate, een heel team beter maken. Die zijn niet bang van concurrentie in een team. Nee, die embracen dat. Even niet het woord in Nederlands. Bij de Belgian Cats hebben we daar ook even toch wel bij stilgestaan over dat leiderschap. Ik weet dat er heel wat sessies over worden gegeven, over leiderschap en zo. Het is een belangrijke, maar ook in een team, in een basketbalteam is dat ook belangrijk. Het kan niet altijd op de schouders van één iemand terechtkomen. En daarom hebben wij shared leadership, een leadership team eigenlijk ontworpen. En nogmaals, ik heb het al een paar keer gezegd, denk ik, in een team, er is geen I in een team. Het is een klassieker, maar wel een win. En ik denk dat we dat altijd voor ogen hebben gehouden. Dat het zo belangrijk is om altijd dat team voor ogen te hebben. En ik denk dat onze coach, Filip Mestag, daar altijd van zodra hij voelt dat er iemand iets te individueel of wordt, of dat hij dat uit het oog verliest, hij reageert daar altijd heel direct op. Hier had ik een kleine tweet gestuurd. Dat individueel succes, zeker in teamsporten, kan soms eens een leuke herkenning zijn, maar is absoluut niet het belangrijkste. En ik doe rap verder, want mijn tijd begint hier in het rood te gaan. Er zijn verschillende soorten leiders. Hier heb ik een voorbeeld dat ik in Zuid-Korea speelde. Ik kwam daartoe, ik was ook nog redelijk jong. Natuurlijk sprak ik de taal niet. Zij praten bijna geen Engels. Ik kreeg een vertaalster. En ik werd daar eigenlijk gewoon op dat veld gezet. En ik vroeg mij af. Ik kwam net uit Frankrijk, waar heel gestructureerd was. Discipline was belangrijk. Teamaspect was belangrijk. Hard werken. En ik vroeg, welke systemen gaan wij doen? En hoe gaan wij dat hier als team hier gaan aanpakken? En zij keken naar mij. Het is simpel. Jij moet scoren. Jij moet de rebounds pakken. En match winnen. Oké, zo simpel kan het zijn. Maar daar was ik bijvoorbeeld echt wel de taskleader. Daar moest ik het maar doen. Die ballen kwamen naar mij. Ik moest het maar mijn weg vinden om te kunnen scoren en zo. Maar natuurlijk, gelukkig zijn er ook wel andere teams geweest in wat ik gespeeld heb. Want dat was niet altijd mijn favoriete rol. Bijvoorbeeld hier in Villeneuve-d'Ascq had ik gespeeld en daar voelde ik dat ik meer een social leader was. Ik voelde dat het team nodig had aan verbinding. En daar heb ik dan ook voor gezorgd. Door bijvoorbeeld dingen te organiseren buiten het veld. Door avondjes teambuildingactiviteiten te organiseren. Ik denk dat het ook wel belangrijk is. En dat uitte zich natuurlijk ook. We hebben die Eurocup kunnen winnen. Dan heb je ook iemand nodig die je team kan vertegenwoordigen. Naar de buitenwereld toe. Ik denk dat we soms onderschatten dat ook wel wat druk met zich meebrengt. En zeker naar jonge speelsters toe, of jonge spelers, die moeten dat leren. Hoe ga je daarmee om? Met een beetje aandacht dat je krijgt. Soms is het allemaal positief. De andere dag is het helemaal negatief. Dat van hero to zero gaat heel snel in de sport. En ik denk dat je dat ook wel leert met ervaring. Bijvoorbeeld bij de Belgian Cats is dat ook een van de rollen die ik opneem om toch ons team ook wel wat te vertegenwoordigen naar de buitenwereld toe.
Een andere, be coachable. Je kan een hele goede leider zijn, maar je moet ook coachable zijn. Je kan niet zonder. Je moet richtlijnen kunnen volgen. En hier is een beetje het verhaal, ik ga daar niet meer op terugkomen, van de LA Sparks. Ik denk dat ik daar echt wel getoond heb dat ik coachable was. Dat ik mij in een andere rol heb kunnen zien. Wat ik eigenlijk, ik had liever natuurlijk op dat veld gestaan of meer minuten kunnen spelen. Maar als de coach had beslist van oké, ik ga iets, mijn iets kortere rotatie spelen, wel, dan moet je ook wel coachable kunnen zijn. Nog eens, hier bij de Belgian Cats hebben we die feedback, maar ook die feed-forward cultuur, waar we ons eigen analyseren, waar we zeggen van oké, wat gaan we nu de volgende keer doen? Om niet dezelfde vergissingen te maken, om het beter aan te pakken. Dat is letterlijk naar onszelf kijken met videobeelden en ook wel open kunnen staan naar wat andere mensen zeggen. Niet enkel van de coachingstaf, want hier zijn we letterlijk tussen elkaar bezig, in kleine groepjes onderverdeeld. En soms is het wel eens goed ook van je teammate, van je peer te horen, wat zij of hij denkt over jou. Een volgende attitude die eigenlijk ook belangrijk is, zeker denk ik ook voor jullie in het bedrijfswereld, is innoverend durven zijn. Ik heb er daar straks ook weer over gehoord, zeker in de maatschappij waar we nu in leven, waar alles heel snel gaat. En in de sport ook. Je moet soms ook wel innoverend durven zijn. En die durf. Die durf is zo belangrijk. Durven gaan. Hier is onze point guard die 1,60 meter groot is. Die drijft echt wel in het hart van de verdediging van de tegenstander. Zij weet dat ze daar niet veel kan doen, maar zij heeft wel de durf getoond. De durf, en zij weet dat zij zelf niet gaat scoren, maar dat zij een teammate gaat vinden en zij doet dat dan op een schitterende manier. Zij vindt die blindelings. Ik heb ook durf getoond, absoluut, als ik daar nu bij stilsta. Hier ben ik 19 jaar, ik ben op een vliegtuig gestapt, ik was als eerste gedraft voor naar de WNBA te gaan. Niet wetende welke wereld dat daar op mij ging wachten. Ik stapte uit dat vliegtuig, boe, camera in mijn op mijn gezicht. Ik was al helemaal niet gewoon. Ik kom toe in een arena, niet in een zaal waar je kan basketten. Dan heb ik toch even een paar keer moeten slikken. Als ik daarop terugdenk, denk ik van wauw, ja, je hebt wel durf getoond. En dat was altijd mijn klein hartje hoor, dat ik vertrok. En er kwamen wel lekker traantjes bij. Maar toch, ja, ik wou dat doen. Ik zocht wel die extra uitdagingen op. Hier heb ik ook natuurlijk vele jaren in Rusland gespeeld, waar ook weer een heel andere cultuur heerste. Wel, daar moet je ook weer dat durven om met een heel andere mindset om te gaan van die Russen. Ik had in Frankrijk al gespeeld, in Amerika, dan Rusland was weer iets helemaal anders. Dus altijd die open mindset ook te hebben. Die resilience, daar horen we ook veel. Veerkracht, zo'n belangrijke. Hier letterlijk, waarschijnlijk ben ik de bal kwijtgeraakt in die actie. Wel ervoor maken dat die volgende actie, dat die bal niet meer uit mijn handen trekt. Daarmee om kunnen gaan. Het is natuurlijk meer dan dit. Ik kan hier nog een klein verhaaltje over vertellen. Op het WK vorig jaar, vorige zomer, was voor ons de key match tegen Japan. We moesten die winnen. Want dat was in de poelen en de eerste match was gemakkelijk gewonnen. De derde was tegen Spanje. En hier, je ziet letterlijk, het is nog 4 seconden te spelen, maken we geen goede beslissing. We nemen het shot te vroeg, omdat we hadden heel de match eigenlijk achter staan. We komen terug, toch niet kunnen afmaken in verlengingen. We dachten dat we nog een time-out gingen hadden. We hadden geen time-out niet meer. We moesten spelen, we hadden nog 8 seconden om te kunnen scoren. En hier maakt Kim de fout om al te snel te shotten. Ze wordt dan ook letterlijk afgeblokt en we verliezen de match. Daar had ons toernooi echt gedaan kunnen zijn. Maar dan hebben we zo'n mentale weerbaarheid getoond. We hebben dan direct eigenlijk samengezeten, besproken wat onze fouten waren, wat we niet meer gingen doen, hoe dat we dat konden doen in de toekomst. En we hebben onze knop zo snel kunnen omdraaien. En de volgende match, zal straks nog klein, als ik nog even tijd heb, een klein filmpje daar nog van laten zien. Het is natuurlijk ook die resilience, als er natuurlijk iets wat tegengaat. Een kwetsuur is natuurlijk ook in de sport moeilijk om daarmee om te gaan, maar dan moet je ook leren om je daar die veerkracht te tonen. Energiepeil, ga ik ook kort zijn. Het is, in een carrière verandert dat. Ik ben zelf mama geworden en ik was altijd een speelster die heel veel slaap nodig had. En dat samen met mama zijn was toch wel een gedurfde beslissing. Ik heb heel wat minder uren geslapen, absoluut. Maar het heeft mij zoveel meer energie gegeven. En nu ben ik ongelooflijk blij, ben ongelooflijk fier dat ik wat ik nu ook nog doe in mijn basketbalcarrière, dat ik dat kan delen met hen. Dus daarin moet je gewoon weten wat geeft jouw energie en wat is er natuurlijk, wat slorpt er te veel op.
De laatste. De enjoy en de celebrate. Je mag nooit vergeten om natuurlijk te genieten. En dat wil niet enkel zeggen van het eindresultaat, maar echt wel van het proces. En hier vind ik, in deze actie, dat echt wel alle attitudes een beetje samenkomen. Straight to the quarterfinals. One of the all-time greatest wins, not only for Belgian basketball, but one of the great wins in women's basketball history. What a play! De enjoy moet ik niet uitleggen. Maar we waren coachable, absoluut. We hebben de play tot perfectie uitgevoerd van de coach. We hebben leiderschap getoond. Onze point guard die pas maakte, de juiste pas op het goede moment. Emma die scoort. Onze energiepeil zat eigenlijk ook nog wel redelijk goed op dat moment. We waren ook veerkrachtig, want we hadden heel de match met genoeg punten voorgestaan. En net die laatste actie hadden zij nog twee vrijworpen binnengeschot. En toch hebben we ons er weer over gezet om met genoeg punten te kunnen winnen om naar die kwartfinale te gaan. Oké. Dat waren voor mij al die attitudes. Nu wil ik jullie nog één ding eigenlijk meegeven. Misschien wel het belangrijkste van de avond, is toch ook blijven dromen. Ik droom ook nog. Ook al ben ik 38 jaar, zijn mijn knieën redelijk kapot. Ik zou heel graag mijn carrière willen afsluiten op de Olympische Spelen. En daarvoor gaan we nu naar het EK gaan met de Belgian Cats. Ik hoop trouwens dat jullie ons allemaal een beetje gaan volgen en gaan supporteren. Als we daar een top 6 plaats halen, gaan we naar een pre-Olympische groep in februari 2020, waar er 3 van de 4 ploegen geplaatst worden voor onze ultieme droom, de Olympische Spelen. En dan nog een mini-klein beetje. Ik ben ondertussen ook, we hebben het een klein beetje aangehaald, ook met een start-up gestart. Vandaar dat het voor mij ook heel interessant is om hier te zijn vanavond, om ook wat contacten te leggen. SmartMind. Met SmartMind willen we eigenlijk een feedbacksysteem creëren tussen de coach en de atleten. We willen niet de rol van mental coach volledig overnemen, maar we willen die coach ook meer opleiden om feedback te kunnen geven in wat ik juist eigenlijk allemaal heb benoemd. In die attitudes. In dingen die in het gedrag dat observeerbaar is, maar dat niet sporttechnisch is, wat dat niet tactisch is, wat dat niet fysisch is. Want heel veel coachen natuurlijk geven daar heel graag feedback over. Maar alles wat iets moeilijker bespreekbaar is, is toch niet altijd gemakkelijk om daar feedback over te krijgen. We vragen dan ook in onze. We hebben een platform ontwikkeld en een applicatie. En ook de speler zelf moet zichzelf evalueren. Wat toch ook wel een mooie deugd is, een beetje zelfkennis en een spiegel is voor je kunnen houden. We hopen om daarmee eigenlijk de prestaties te verhogen. Want we blijven in sport, we willen presteren, we willen resultaten. Maar we zijn er zo van overtuigd, en ik denk dat iedereen dat wel ongeveer aanvoelt, dat je mindset, wat er in je hoofd omgaat, dat zo'n enorme impact heeft op je prestatie. Maar tot hiertoe is dat eigenlijk heel moeilijk meetbaar. En daar willen wij verandering in brengen. En dan moet ik nog één ding doen. En dat is jullie bedanken. Bedanken voor jullie aandacht. En ik hoop dat jullie er ook iets aan gehad hebben. Dank u. Voilà. Bedankt, Anne Wouters. Geef haar nog een hartverwarmend applaus. Zij is tevens ook een mooi bewijs dat moederschap en blessures zeker geen eind hoeft te betekenen voor een topsportcarrière. En ook dat building a team niet enkel bestaat uit karten en paintballen, hoewel dat dan natuurlijk ook wel leuk is. Dit is het einde van de Get Stuff Done stage, maar ga zeker nog niet weg. Op de Growth stage spreekt Jacco van der Kooi van Winning by Design nog over klantgericht verkopen. En daarna, naar traditie, sluit onze eigen CEO Jeroen de Wit